geef daarin ook loopbaanadvisering aan medewerkers. Geef ook trainingen en dat vind ik superleuk om te doen. En dat zou ik voor een deel voor mezelf willen gaan doen. Trainingen? Ja, en dat zou dan 1 of 2 dagdelen in de week kunnen doen. Oh, leuk! En dat kan alle richtingen op? Ja. Iemand die monteur is, die kan bij jou terecht. En iemand die... Iedereen mag komen. Wat je gaat doen is in zo'n traject kijken van nou, wie ben ik? Het is niet heel psychologisch. Want het blijft wel meer... Die gaat zo diep, dan moet je echt psycholoog zijn. Ja, dat traject naar het Maar het is meer inderdaad van nou, wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Ja. En het kan heel goed zijn dat iemand binnenkomt met een loopbaan van ik heb daar maar niet zo naar mijn zin en dit en dat. En uiteindelijk de deur uitgaat en zegt van ja, maar ik ga helemaal geen stap maken, want waar ik nu zit, dat is eigenlijk wat op dit moment het beste bij me past. Ja. Het is natuurlijk veel meer wat er meespeelt. Het is niet alleen van, goh, ga ik mijn carrière stap maken, maar het is ook van, is het een werkgever die bij mij past? Passen de uren bij mij? Kan ik goed met mijn collega's lopen? Ben ik bereid om te investeren in studie? Ja. Ik ga reizen? Het zijn alle dingen die je voor jezelf helder moet hebben. En dan kun je zeggen van, nou, ik ga inderdaad wat anders doen. Dus eigenlijk zelfstudie, hè? Ja. Kijken naar jezelf. Ja. En kijken naar de wereld. Ja, verder. Ja, het is een combinatie. Want als je alleen kijkt naar jezelf, kom je er niet in als je alleen kijkt naar de wereld. Nee, als je zegt, ik wil dit en ik wil meteen een ton verdienen en ik wil zelfstandig zijn en noem maar op. Denk, ja, dat is de realiteit nu. Nee. Je moet nog wel een beetje met beide benen op de grond. Je kunt heel erg gaan zweven. Dus lekker grote voeten tekenen. Ja.